Hey Bas, we hadden met elkaar, Gerard en ik, over gesprek met jou. We hebben zoiets van, ja, wat zou ik nou vragen, wat denk ik bij jou aan? En een van de leuke dingen was, vond ik echt wel super knap, hoewel ik zelf ook dacht dat ik het voor elkaar zou kunnen krijgen. Er was de uitzending op televisie van Werd het dat? Ja. En toen moest je uit 50 of 60.000, stuk of 5, de volledige ringnummers uithalen. Ja. En dat lukte je ook. En ja, ik zei net, van ik dacht dat ik het in het verleden ook voor elkaar wist te krijgen. Maar we hadden niet zo heel veel duiven, dus ik denk dat het in mijn beleving of mijn geval wat makkelijker was. Maar zal het je nou nog steeds lukken, Lars? Ja, nou kijk, natuurlijk met de oude duiven wel, maar ik moet natuurlijk niet met de aantallen duiven die ik nu heb, nu bij de jonge duiven de 10 uit gaan halen, want dat weet ik niet kennen. Kijk, in de kweekhok ken ik iedere duif, eigenlijk alle duiven van 2 jaar en ouder, die ken ik ook. Maar zeg maar, die jongen, dat moet echt groeien, zeg maar. Dus in je kweekhok zou je blind ook al je duiven kunnen herkennen? Ja. Ja, die weet ik allemaal bij naam en nummer. In mijn beleving was het blind, dat je geblinddoekt was. Zo sterk ben ik niet, want ik ben ook helemaal niet van duivenkeuren of zo. Dus nice. ik denk zelf wel dat ik er een hoop uit zou halen, denk ik, als ik ze in handen krijg. Maar dat niet. Maar ik denk gewoon, het is meer gewoon echt op nummer, hoor. Dus blind... Ja, het stelt eigenlijk niks voor. Eigenlijk. Dan heb ik het eigenlijk te hoog gewaardeerd in mijn geheugen. Wat wel veel voorstelt, en dat vind ik heel bijzonder zwaardig, dat jullie een rusthuis hebben voor duiven die een gewaardeerde prestatie hebben geleverd allemaal. En de anderen worden natuurlijk verkocht. Dat vind ik echt een compliment. Prachtig. Ja, wat is je oudste duif? De oudste is nu 22. Dat is Casanova. Dus, maar die wordt op het moment is die wel slecht, hoor. Dus, hij gaat dus nou niet meer achter de duivinnetjes aan, de Casanova. Nee, dat is er niet meer bij. Dus kan jij misschien ons meenemen naar een moment in jullie sportieve duivencarrière dat je zegt van, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat was zo'n mooi moment of een bijzonder moment. En welke is dat dan? Ja, ik denk dat toch wel de eerste keer dat we 1 tot en met 6 NPO vlogen. Chatrou, hè? Dat was Chatrou inderdaad, 2003. Er was een noordoostenwind, bloedheet weer. En het was echt een zware vlucht. En toen kwam de sprint, die kwam als eerste. En toen, die 16 zaten ook helemaal niet bij elkaar. Maar er zat, geloof ik, als ik me goed herinner, 8 minuten tussen die 6. En toen zat Marijke Vink, zat 7e. En wij zaten dan weer 8 en 9. Oh ja. En dat was 630 kilometer. En dat was wel een, op dat moment ook nooit vertoond, zeg maar. Op een dag met vlucht 1 tot en met 6. Je bent dus, natuurlijk wel veel gewend. Maar ik denk dat je hartslag toen wel een tikkeltje hoger lag als normaal. Ja. Dat was echt een... Nou is überhaupt het aankomen van duiven is natuurlijk wel mooi. En als je dan op dat moment die duiven die laten komen. En ja, je krijgt op een gegeven moment krijg je tijden door. Dat was ook nog met de telefoon. En denk ik, nou, we zitten volgens mij wel heel erg vroeg. Ja, als dat dan 1 tot en met 6 is. Die duiven waren toen ook nog zelfs... Dezelfde dag was toen ook Nationaal Boers in België. Ook met een noordoostenwind, en toen waren wij zelfs nog sneller dan de Belgen. Nou ja, die van ons moesten natuurlijk zeg maar 100, 200 kilometer verder. Ja. Dat was echt een unieke prestatie. Maar die sprint die deed ook weer 3 jaar op een rij. Als jong, als jaarling en als tweejaarse. En meestal zo rond eind juli, begin augustus. Dan vloog hij steeds de eerste in groot verband. Oh, sterk, joh. Ja. Maar die moest echt dit weer hebben wat we nu hebben. Helder weer, warm. En een noordoostenwind, dan kon je erop rekenen. Ja. Prachtig. Heb jij de mogelijkheid om een duif te laten zien? Dat je zegt van, nou, die wil ik aan jullie wel graag tonen. Een bijzonder duifje. Ja, die had ik even klaargezet, omdat je natuurlijk nog gevraagd had. Oh. Komt aan. We doen net, ik zit niet in Hollywood, hè? Nee. Ja? Sorry, prima, ja. Ja. En wat is dit dat? Dit is Bella Solange, die vloog afgelopen jaar van Blois, de eerste NPO tegen 15.000 duiven.
En als jaarling, toen vloog ze ook al een tweede van 27.000 duiven. Zo. Dus die zit nu op het kweekhok. Dat kan je ook wel zien, want ze zit nou met grote jongen. Ja, ja. Oh ja. Ja. Oh ja, mooi springen. Ja, prachtig vleugel. Mooi. Ja, mooi. Dus nu hopen dat ze goeie gaat geven op het kweekhok, hè. Dus, Ja, nou, ik hoop het ook. Veel succes daarmee met de kweek. Ja. Dus gaan we beleven. Hé, hey, ik zie iets. Kijk eens. Ja, ik kom van de grasmaaier af. Ja. Oh, heel subtiel. Heel subtiel, ja. We noemen ze ook weer een strijker. Ja. Oh ja. Naked streaker of iets? Streaker. Hij moet zijn shirt uittrekken en dan een kaart voorbij lopen. Ja, dat is leuk. Op het grasveldje van Wimbledon. Nou, heb je nog iets in je hoofd dat je zegt, daar vind ik wel ook maar even mee te eindigen. Een bemoedigend woordje voor dus mensen in coronatijd. Nu zeker in die coronatijd natuurlijk. Dat mensen zich natuurlijk wel ervan bewust zijn in verenigingen. Dat ze zich wel afstand houden en... alles gaan opvolgen, want anders zijn we zo weer klaar met vliegen, denk ik ook. Dus koester het wat nu mag en maak er een mooi seizoen van, denk ik. Dus, Nou, dat is een mooi einde. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor dit openhartig gesprek via videobellen. Ja. En het was me een waar genoegen. En ik zou zeggen, doe me reuze mee, Bas. Dankjewel. Je deed heel goed. Team krijg jij. Nee, het was leuk. Hey, de groetjes. Okay. Oké. Okay. Jullie ook succes, hè? Dankjewel, tot de volgende keer weer. Hoi, later. Hoi.